Hallootjes allemaal! Hallootjes allemaal! Wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Zeker. We zijn weer een week verder. Ja. En weer nog steeds binnen. Maar het is ook wel gezellig. Ja, dat is waar. We maken er wel lol bij. Ja. Maar we maken jullie wel. Ja. Ja. Het is nog steeds wel een beetje gezellig. Maar ik zie wel veel kinderen buiten. Zeker. Dus kom vooral gezellig naar de buitenlessen, want we missen jullie heel erg. Ja. Ja. Maar wat gaan we vandaag doen? Ja. Nou, we zitten hier niet om te kletsen. Het zou heel leuk zijn, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan een nieuwe les hebben we vandaag. Deels een nieuwe les. Twee keer gewoon lukjesstandjes. Ja. Dus gaan we herhalen gewoon doen eigenlijk. Ja, dan hebben we een nieuwe oefening waarvoor je een tafel of stoel iets nodig hebt wat op een bar lijkt. Ja. Spannend. Verplaatsingsoefening die we al hebben gedaan. Ja. En dan de dans. En dan hebben we een nieuw stukje. Ja. En we zijn bijna bij het uit. Ja. Oeh. Nou, doe je er graag mee! Sluit en opzij. 2, 3.
Sluit puur van links. 1, 2, 3. Sluit opzij. En sluit achter. En sluit en zij. 2, 3. En sluit. Het belangrijkste bij je beweging is dat je niet te veel kracht op je teen zet. Want dan val je om. Dus je moet je gewicht op je stootbeen houden. Zodat dit been kan prikken. Dat is de truc. Anders dan krijg je een vibrant geval. Dat heb ik niet. Als je dat had gedaan, dan komt het dansstukje, ja, wat we al een paar weken hebben gedaan. Gaan we die herhalen? Nee, hè? Nee. Weet jullie vast wel wat dan is? Nou, dan gaan we vanaf het begin. Dansen door de stoel. Nee, dat ik het zo moeilijk maak, dat ik te snel weer op je taart raak. Van richting verander in je laat houden, het maakt je al zeker. En dan naar links. En
En inderdaad, wat Juffrouw Nietzsche zegt, hij gaat heel langzaam. Dus we gaan er nu iets sneller doorheen. Als je dat in de eerste en de tweede hebt gedaan, draai je zodat je linkerhand aan de bar, of stoel, of tafel, of wat dan ook hebt. Maak je een avondje, dan ga je helemaal naar beneden duiken met een lange rug. 2, 3, 4, kom omhoog. 6, 7, 8, ga je weer naar achter. Mooie cambré. En terug. Arm omlaag. Ga je vier rode veentjes maken en je arm gaat mee. 1, 2, 3 en 4. Laat je jouw hand los van je stoel of je tafel. En dan kijk je of je even balans kunt blijven staan. Sluit je netjes af. Zoef. Voetjes in de eerste. En dan doe je alles hetzelfde. Maar dan eerst met je linkerbeen. Dus als je een gewone plié hebt gemaakt, maak je eerst je linkervoet los. Gewone plié. Rechtervoet los. Naar de tweede. Gewone plié. Linkervoet los. Gewone plié. Rechtervoet los. Ga je terug naar je rechterhand aan de stoel of tafel. Ga je helemaal naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naar achter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En arm omlaag. Ga je 4 en 3 en 2 en 1, 2. Hand los. Probeer maar te blijven staan. En dan sluit je netjes af. Tada! Nou, zullen we dat maar eens op muziek gaan proberen dan? Ja. Nogmaals, hij is heel langzaam, dus neem lekker de tijd voor alles. Ga gaan. Just say, just say, and that thing, and
Sluit
4 en 5, 6, 7, 8. En dan gaan we wisselen van lijn. Tenminste, je bent nu in je eentje waarschijnlijk met elkaar maar alles, dus dat gaat niet helemaal. Maar misschien gaan we de dansje wel weer voor voorstelling gebruiken. En dan kan je wisselen. En dan kan je wisselen. Dus wat we nu even gaan doen, wij gaan van plekje wisselen. Maar jullie mogen even op je plek wandelen. Totdat je weer in de vijfde plek voor staat. Ja. Dus wij gaan even wisselen. En staan. En dan krijg je weer, ga je voor zilver of ga je voor goud? Want dit vuur in mijn hart brandt voor jou. Waar ga je heen? Dat hele stuk. Wat ik voor je voel is geen geheim. Waar ga je heen? Woe! Woe! Nieuw in naar me, kijk. Wat ik voor je voel is geen geheim. Waar ga je heen? Wow! Gewoon weer voor jezelf. Ja, helemaal. Dan was het helemaal geen doel. Met het tweede stukje dan, hè? Alles uit elkaar. Doet hij het? Of doet hij het niet? Ik denk dat het volgende week maar weer een applaus voor jezelf. Heel erg.